Welkom bij Binnen Aliade van donderdag 9 februari. Met vandaag een update met droombeelden van Heidewoud. Een optreden van slagwerkgroep Syncoop en Koor Buitengewoon in samenwerking met Crescendo in de Oase in Drachten. En een Valentijnsknutsel. En natuurlijk sluiten we af met het weer met onze welbekende André. We nemen jullie graag weer mee naar de nieuwbouw van Heidewoud in Heerenveen. En dit keer hebben we prachtige droombeelden. Hallo allemaal, mijn naam is Jordi en welkom hier op Heidewoud. Heidewoud krijgt maar een nieuwe locatie. En dat bestaat uit twee schuren, zeg maar. Eén wordt vooral voornamelijk de werkgroep, waar de keuken in komt en zo. En de andere, daar komt productiewerk en allemaal gereedschap voor buiten en zo. Het idee is dat het eind zomer dat het dan klaar is. En dat we dan tegelijkertijd overgaan van... dat de bouwers klaar zijn met bouwen en dat wij door kunnen naar de zomervakantie. Er zijn echt prachtige beelden gemaakt in het filmpje over de gebouw hier en wat hier staat en wat hier gaande is met een drone. En dat wil ik jullie echt heel graag laten zien en daar gaan we nu naar kijken. Slagwerkgroep Syncoop en Koor Buitengewoon uit Drachten hebben samen met het prachtige korps Crescendo in de Oase een heel mooi nieuwjaarsconcert gegeven. Er waren wel 400 mensen aanwezig, dus een groot succes. En we nemen jullie graag even mee. Thank you.
Voor jullie hebben we een filmpje gezocht van een Valentijnknutsel. Kijk maar gauw even mee. Bedankt voor het kijken naar Binnen Aliade. Mochten jullie nou iets over vriendschap willen vertellen en hoe belangrijk dat voor je is, laat het ons dan weten en mail ons naar binnen@aliade.nl en dan nemen wij contact met je op. En dan sluiten we nu af met André en het weer. Tot de volgende keer. Doei! Goedenavond dames en heren van Binnen Aliade. Nu sta ik weer op een heel mooi nieuwe locatie hier in Kollum. Ik laat jullie weer mooie weerfoto's zien. En daarna ga ik jullie vertellen wat voor weer we gaan krijgen voor de komende dagen. Morgen, de vrijdag. Ja, als de mist geen spelbeker is, verwacht ik ook morgen weer heel mooi weer. Heel veel zon, ja, zijn wel stapelwolken of er is wel wat bewolking, maar verder kan het de pret niet drukken. En het wordt morgen zo'n 5 graden in Limburg tot 7 graden op de Waddeneilanden. We hebben morgen zuidwestenwind, windkracht 1 tot 3 bovenland en windkracht 5 aan zee. Verder kunnen we er echt lekker van genieten. Ja, in de mistgebieden kan het misschien wel even duren voordat de zon doorbreekt. Misschien blijft het ook wel de hele dag misten, dus dat is nog een beetje onzeker. Maar verder vaart ik gewoon morgen heel erg mooi weer. Ja, en dan de vooruitzichten tot en met volgende week dinsdag blijft het gewoon heel mooi zonnig weer. Je zou haast kunnen zeggen, een beetje voorjaar weer zou je kunnen zeggen. Ja, vrijdag, zaterdag, zondag en maandag, of eigenlijk zaterdag, zondag en maandag op de meeste plaatsen droog weer. Overdag wordt het zo'n 9 graden, s'nachts 3 tot 4 graden. Maar op dinsdag wordt het pas weer wat wisselvalliger met een aantal buien. Maar goed, tot die tijd is het gewoon heel mooi weer tot en met dinsdag. En het komt net het hoge drukgebied, ja, wat boven Noorwegen ligt, wat meer richting Oostenrijk of Zwitserland gaat, dus de wind gaat ook wat meer draaien van noord naar noordoosten, naar oost en naar van oost tot zuidoost. Tot zover, het weer werd weer voor Binnen Aliade. Volgende week donderdag zijn we weer. Ik wens iedereen een heel mooi weekend toe en geniet er ook vooral van. Doei doei!